Minister Henry Ory van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur vindt dat het onderwijsapparaat niet steeds als schuldige moet worden aangewezen bij afwijkend gedrag onder jongeren. Hij zei gisteren aan journalisten dat er in het hele land rare zaken gebeuren betreffende normafwijkend gedrag. De zorg die ik met jullie deel is dat we inderdaad steeds meer zien dat we agressiviteit en afwijkend gedrag zien van de jeugd. Dat is een zorg. Het ministerie vooral op dit punt probeert te kijken hoe wij met de schoolleiders straks een programma kunnen draaien waarbij we meer een stukje bewustwording kunnen krijgen van mogelijke excessen van leerlingen. De minister zegt dat aan leerkrachten een paar mogelijkheden geboden zal worden om gesprekken te voeren met jongeren. Hij meent dat er preventief moet worden gewerkt en opgetreden bij normafwijkend gedrag. Een stukje support hebben om daarmee om te gaan, dat is de eerste hulp wat je zou moeten gaan regelen. Ik heb ook met de staf afgesproken dat we meer gaan kijken hoe we die scholen een stukje ondersteuning kunnen aanbieden. Maar dit is een onderdeel van een groter probleem in onze samenleving. En de school is eigenlijk een kopie van die maatschappij natuurlijk. Maar ik betreur het. Nogmaals, ik heb inderdaad ook vernomen, elk incident dat natuurlijk in die samenleving breed wordt uitgemeten, vraag je af, wat zou onderwijs kunnen doen? Ory geeft verder aan dat het ministerie bekijkt hoe een eind gebracht kan worden aan excessen, zoals het geval waarbij een 11-jarige scholier eerder deze week een medestudent steekverwondingen toebracht met een mes.